Ik was dus al een hele lange poos op zoek naar een hybride camera waarbij ik ook foto's kan maken, maar dat de foto's en de video's wel up to par zijn met wat de moderne contentcreatie tegenwoordig van je vraagt. En wat ik ook wil, wat ik mag verwachten deze dagen van een camera die me eigenlijk niet te veel kost. De mensen die me kennen weten dat ik de Sony FX30, ja, dat het toch wel behoort tot een van mijn favorieten, gekeken naar wat die uiteindelijk kost en wat je er uiteindelijk mee kan doen. Het is ooit aangeschaft, waar is hij? Hier ook. De camera is ooit aangeschaft om te fungeren als een B-cam. Maar gek genoeg gebruik ik hem toch vaker dan verwacht als een A-cam. Dus wil zeggen dat ik super tevreden ben over de videospecs. En wat nou als ik deze Sony FX30 in een nieuwe body zou kunnen krijgen die ook nog eens hybride is, zodat ik ook makkelijk kan switchen naar foto's. Letterlijk een camera die ik altijd bij me wil hebben, zodat ik altijd foto's kan maken en altijd content kan maken, video's kan maken. En tuurlijk, ik snap het, de FX30 is veel meer georiënteerd naar de filmmaker toe. En dat zie je ook wel in hardware specs. En daar kom ik straks even op terug, wat nou echt de verschillen zijn. Wat ik zo tof vind aan de A6700 is dat het echt een hele goede hybride is. Want je hebt hier een switch, een kleine dial. Even kijken hoe dichtbij kan ik komen. Nou ja, anyway, ik ga wel inzoomen. Je hebt hier een dial, gewoon een draaiwieltje. En dan kan je gelijk switchen van fotografie, van je fotostand, naar je filmstand, naar je SNQ. En je SNQ betekent je slow en quick. Eén ding wat ik altijd zeg is dat ik het altijd irritant vind om een menu in te duiken. Ik heb liever alles beschikbaar op knopjes op de camera itself. Ook wel leuk om te vermelden is dat op de videostand of de fotostand of de SNQ-stand, als je eenmaal die switch omdraait, dan kan je ook makkelijker in al die verschillende modussen. Dus manueel, shutter priority, aperture priority en je voorgeprogrammeerde 1, 2, 3 customs. Het is zo makkelijk om te switchen in wat voor modus je zit. Allemaal zonder in het menu te gaan. Oké, de grote verschillen tussen de A6700 en de FX30, want in essentie is het gewoon dezelfde, ja, dezelfde sensor, dus eigenlijk dezelfde camera van binnen, oké? Alleen hardwarematig is hij gewoon wat anders, want kijk, dit voelt voor mij iets minder pro. Waarom zeg ik dat? Hier heb je één SD-kaart slot, dus je kunt niet tegelijkertijd simultaneously, hoe noem je dat in het Nederlands? Zou het gewoon tegelijkertijd op twee SD-kaarten opnemen. En het is wel fijn om zo'n functie te hebben, zodat je er toch altijd zeker van bent dat mocht het fout gaan met een SD-kaart, dat je altijd een backup hebt. Moet ik wel eerlijk zeggen dat het me met een SD-kaart gewoon nog nooit is voorgekomen. Met al die nieuwe SD-kaarten, die voelen toch wel wat veiliger aan. Maar goed, toch voor je gevoel kan ik me echt voorstellen dat je zoiets hebt van nee, ik wil toch liever op twee SD-kaarten tegelijkertijd opnemen. En vooral hè, als je, nou ja, betaald wordt voor je werk. Als je betaald wordt voor je werk, wil je geen onzekerheden hebben, lijkt helemaal niet. Ook een verschil met de FX30 is de HDMI. HDMI-ingang van deze is een micro-HDMI. En over het algemeen heb ik die altijd super irritant gevonden. Altijd het gevoel gehad dat het niet veilig was en dat het makkelijk kon breken. En to be fair, om eerlijk te zijn, is het niet zo per se voor mij een dealbreaker. Want ik ga niet deze camera per se gebruiken om hem uit te riggen. Om er een externe monitor per se op te zetten. Het kan wel. Het kan wel. Heb ik afgelopen tijd wel gedaan. Oh, die pak ik er zo meteen bij. Laat ik jullie even zien welke ik nou eigenlijk gebruik. Wacht, ik pak het gelijk erbij. Hold up. Oké, ik heb dus onlangs heb ik deze transceivers gehad of gekocht. Nou, ik heb een deal gemaakt. Anyway, deze monitor is een ontvanger, maar ook een zender. Dus je kunt beeld uitsturen van deze monitor naar een andere monitor of andersom kan ook. Maar wat het ook kan doen, is dat je, hier zit een SD-kaart in. Je neemt dus ook
op. Je maakt ook een backup. Het is geen 10-bit, het is 8-bit. Maar je maakt een hele toffe backup. En ik heb de beelden teruggekeken. En als je gewoon gaat posten op Instagram of, I don't know, iets van, op socials, dan zie je het niet eens. Dus je hebt alsnog wel, hè, een manier om tegelijkertijd op te nemen op twee SD-kaarten. Dit is de FX30. Het ziet er al ook wel een stuk beefier uit. Maar goed, dit is dus iets meer georiënteerd richting, ja, cinema en pro film. Kijk, hier heb je een dubbele SD-slot. Dus je kunt dubbel opnemen, tegelijkertijd opnemen. Daarnaast heb je inderdaad, zo zie je hier ook een. En ja, zie je qua HDMI zie je hier ook het verschil, want hier is een full-size HDMI. Ja, kijk, voor video is het natuurlijk super. Je hebt veel meer opties en het is toch meer pro, weet je wel. Maar als hybride camera, die je toch elke dag bij je wilt hebben, om in een pinch dus heel snel te kunnen switchen, hè, van foto's naar video's en weer terug, en van verschillende modussen. Je kan er ook foto's mee maken, maar het heeft een elektronische shutter. En dan, in plaats van dat je zo'n satisfying tsk-tsk hoort, hoor je het een soort van uit de boxen. Dus je klik-klik is gewoon een soundje uit de box. En dat voelt toch raar. Terwijl met een mechanische shutter voel je daadwerkelijk ook echt dat je een foto maakt. Klik-klik. Oké, en de backstory van de aanschaf. Oké, ik was al aan het loeren online. De body kost €1600. Afgerond, €1600. En ik was de hele tijd aan het twijfelen. Ja, heb ik hem nou wel echt nodig? Ik heb de A7S, ik heb de A6400, ik heb nog een Fuji waar ik foto's op maak. Heb ik hem nou wel echt nodig? Ja, nou ja, het is toch dezelfde soort van videospecs als de FX30. En hij heeft toch 26 megapixel voor foto's. Ja, het is toch beter dan de A6400. Maar heb je het echt nodig? Ken je dat wanneer je eigenlijk je winkelmandje al vult met allemaal gear die je wil aanschaffen, maar je uiteindelijk jezelf echt probeert te zeggen om het niet te doen en waarom je het niet zou moeten doen en dat je gewoon veel te gierig bent en dat je gewoon een ziekte hebt, dat je gewoon verslaafd bent aan het in het aanschaffen van nieuw speelgoed, weet je, dat ben ik de hele tijd dus bij mezelf aan het doen. Don't buy it, don't buy it, don't buy it, is het wel echt nodig? Maar toen was er actie bij camera nu. Het is, volgens mij heette het zoiets van de Olympische Spelen goud. Dus dan kreeg je de camera body. En ook nog eens de on-camera microfoon. Dat is de EC10. Ik moet even opzoeken wat het was. Maar die kost normaal 200 nog iets euro. En die kreeg je er dus gratis bij. Daarbij kreeg je ook nog eens een gratis extra accu erbij. En daarbij kreeg je ook nog eens een V90 SD-kaart 128 gig. Dat is bijna een voordeel van €500 wat je er bovenop kreeg. En dat waren gewoon producten waar ik zelf ook al naar keek. En toen, ja, toen was ik om. Toen was ik om. Heb ik hem gewoon besteld. Ja, dus nu heb ik hem. En ik ben er hartstikke blij mee, ja. Deze mic kreeg ik er dus bij. En die mic is gewoon super tof. Ook weer zo'n voorbeeld van niet in het menu hoeven duiken. Want je hebt allerlei knopjes en settings en input settings van je audio levels, of je nou wilt dat die automatisch gaat of dat je het manueel doet. Je hebt allerlei settings. Hier ook bovenin heb je ook een pick-up pattern, dus wat hij oppikt. Je kan ervoor kiezen dat hij alleen van voren oppikt. Je kan ervoor kiezen dat hij iets wijder van voren oppikt. Als je bijvoorbeeld met twee mensen, weet ik veel, een interview doet, of als er twee mensen tegen elkaar praten, dan heb je iets wijder bereik aan wat hij oppikt aan geluid. En dan heb je ook nog een omnidirectionele functie. En dat wil eigenlijk letterlijk zeggen dat hij van voor naar achter, aan de zijkant, dat pakt hij dus allemaal op, dat neemt hij allemaal op. Oké, dat is dus deze microfoon. En hij is super chill, want kijk, hij gaat gelijk op de hot shoe en hij communiceert dan op zo'n manier gelijk met de camera. Super handig. Dus ja, de Sony A6700, man. Ik bedoel, ben je een beginner of doe je het al lang? Ben je professional? Ben je op zoek gewoon naar een camera die het beide doet? Een camera die hybride is. Een camera die alle videospecs heeft wat de Sony FX30 ook heeft.
maar dan ook nog eens qua fotofuncties helemaal bij de tijd is. Autofocus gaat gek. 26 megapixel. APS-C sensor. Dus ook hele lichte setups kun je doen. Want de lenzen zijn over het algemeen één cheaper. En ook veel lichter. Dus als je veel van reizen houdt en je wilt je setup licht houden. Denk aan inderdaad reizen, vlogs, weet ik het wat. Dan is dit gewoon een super camera om even naar te kijken. Ik bedoel, dit is op dit moment denk ik toch wel de beste camera, instapmodel/vlogcamera, waar ik in elk geval heel erg blij van word.